Dat is zottekenen. Evenveel mannetjes als vrouwtjes geboren, zowel in het wild als in dierentuinen. Ze gaat eigenlijk op de duur zitten met een overschot aan mannetjes. En daarom zijn er ook mannetjes hun geboortegroep verlaten. De mannetjes kunnen dan een tijdje alleen rondzwerven of zich aansluiten bij zo'n bachelorgroep. En de vrouwtjes gaan zich dan ook aansluiten bij een andere groep. Nu, achter Matadi hebben we Mambele. Zij is een van onze vrouwtjes. En je kan haar komen jong. En de andere individuen gaan er dan ook anders mee omgaan. Zij moeten dus nu wat voorzichtiger zijn en wat plaatsen zoeken in de groep. Thandie, zij mag ook dichter eten bij Matadi. Ze is nu op dit moment ook een echte deugniet en is van alles aan het uittesten. Maar als ze 4 jaar is en die witte sliep wordt kleiner, dan zal zij ook meer attractiteit. Daarom hebben ze ook een langer darmstelsel dan dat wij hebben. En daarom hebben gorilla's eigenlijk een bollere buik. Nu naast de groen. En verder wens ik jullie nog een hele fijne dag in de Zoo van Antwerpen. Dankjewel. Jullie, is er dan nog gezien?